Racisme, discriminatie, geweldig. Denken ze echt bij ieder mens, wat stom dat je het niet doet. Het liefst koop ik de hele Lidl leeg. Deze is supergoed. Ook stukjes ananas in. Hallo allemaal, de kinderen zijn net weg. Vanochtend hebben we in de kring gezeten, echt een uur om het te hebben over natuurlijk het lange weekend. Maar gisteren was het Blackout Tuesday. George Floyd is natuurlijk nu heel erg veel in het nieuws. En ik was nu dus benieuwd of de kinderen eigenlijk de termen racisme, discriminatie kennen. Maar ik heb het ook gehad over wat moeilijkere termen, white privilege, Black Lives Matter, over de kolonisatie, Suriname. Over heel veel dingen gehad. Dat vinden ze altijd super interessant. Maar niemand kende de termen racisme, discriminatie, vooroordelen. Het is ook wel een heftig onderwerp, maar aan de andere kant... Ik vind het dus wel mooi om te zien hoe de kinderen daar niks van weten. Terwijl ik op een hele gemêleerde school zit. Ook in deze klas heel verschillende afkomsten. Ik kon vandaag al in de halve groepje 6 verschillende afkomsten noemen. Maar hoe niemand daar dus mee bezig is. Omdat zij dat dus helemaal niet in zich hebben. Ik herken dat heel erg. Je bent gewoon opgegroeid met iedereen is gelijk. Iedereen is hetzelfde. En dat hebben de kinderen hier ook. Die waren gewoon helemaal verbaasd door de verhalen die ik over vertelde. Gewoon van hun. Maar... De laatste tijd wordt er dus best wel veel besproken dat het dus, ja, al ben jij zelf niet racistisch en al zie je het zelf in je omgeving niet, het is toch wel heel goed om er wat van af te weten en je erin te verdiepen. Dus dat vind ik ook wel, ik vind het ook wel heel interessant dat ik me er nu wat meer in aan het verdiepen ben. En dat merk ik dus ook bij die kids, die zijn eigenlijk ook onwetend. Die hebben iets van, waarom zouden we anders doen, weet je wel, maar dat ze het niet doen en niet zo denken is supergoed. Maar ik vind het ook wel heel erg goed dat ze er dus toch wel van af weten. Dus ik heb ze best wel wat dingen bijgeleerd vandaag. En ze willen dan meteen gaan protesteren en zo. Ja, het was heel interessant om het daarover te hebben. En die termen te behandelen. En dat was het. En nu ga ik... Vanmiddag ga ik mijn nagels doen. En nu ga ik gewoon weer verder met mijn rapporten. Het is helemaal naar Diemen gefietst. Bijna 3 kwartier onderweg geweest, want het waait hard. Zou ik ook met de auto had kunnen gaan of met de scooter. Dus daar ben ik trots op. Oeh, ik kom net aan, maar... Weet je wat ik lastig vind? Kinderen, bij mij in de klas dus, die groeien op en denken er helemaal niet over na, over verschillen onder elkaar. Worden er niet, dus blijkbaar niet meer opgevoed, denken er ook niet over na. Zij verbaasd als je vertelt dat bepaalde mensen anders behandeld worden. Maar die kids, die gaan nu misschien naar een vriendinnetje van een andere afkomst kijken en denken, oh, jij bent dus anders. Dat is eerst helemaal niet verdacht, snappen jullie het? Ik gebruik sinds kort geen agenda meer, ik doe alles op mijn telefoon, maar ze hebben echt prachtige agenda's. Moet je kijken naar de action. Zo mooi. Ja, sinds ik het gewoon in mijn agenda op mijn telefoon zet, vergeet ik nooit meer iets. Dus ze hebben echt leuke dingen. Mijn nagels zijn echt geweldig. Zo leuk. Helemaal Charlotte bezig was. Ik ben er heel blij mee. Thuis, vet laat. Ik weet dat ik heel veel boodschappen doe. Ik heb maandag boodschappen gedaan. Gisteren kwam Albert Heijn bezorgen. En net ging ik weer naar de supermarkt. Ik weet het, maar ik eet echt duur ook. Maar ik kan het me permitteren omdat ik een baan heb en alleen woon. De een spendeert zijn geld en dit de ander. En dat de ander heeft natuurlijk minder te besteden. Dat snap ik. Maar ik heb geld te besteden. En voor mij is gezond leven dus heel belangrijk. Ik hoef me helemaal niet te verantwoorden. Maar ik leg het even uit voor mensen die het niet begrijpen. Veel dingen die goed voor mij zijn, zijn nou eenmaal duur. En ik eet bijvoorbeeld... Niet heel veel koolhydraten, maar pasta, rijst, brood, dat soort dingen zijn natuurlijk goedkoop. En ik eet voor best wel duur fruit, dure vis. Ik hou ervan, wat ik zeg, ik kan het me permitteren. Ik kan ook makkelijk met weinig leven, maar ik geniet er gewoon van. Ik kom er goed bij. Nu heb ik weer makreel gekocht. Ik vind dat zo lekker. Maar dit is ook voor dit weekend trouwens voor de borrel. Maar laatst had ik een borrel met vis en toastjes en wijn. En dat was zo lekker. Dus ik heb ook forel. 2+1 op de frambozen. Dat zijn de Sweet Eves. Maar die van de Lidl zijn soms heel lekker. Ik koop echt niet altijd het duurste hoor, helemaal niet. Ik ben helemaal niet van A-merk of zo, maar ik weet gewoon precies wat lekker is. Maar ik let wel op korting. Dat doe ik ook altijd, dus het valt allemaal mee. Ik weet niet waarom ik me nu verantwoord. In ieder geval, ik hou gewoon van lekkere dingen. Dan heb ik weer een lekkere pot olijven gekocht. En een pot kappertjes. En dat is dan helemaal niet duur bij Lidl, juist goedkoop. Maar het loopt wel altijd op. En mijn lekkere toastjes. Ik hou gewoon heel erg. Ik geniet gewoon heel erg van het leven. En eten hoort daar voor mij heel erg bij. En leuke jurkjes. Zo. Maar bijvoorbeeld die lekkere zalm van Albert Heijn koop ik alleen als die in de korting is. Dus het is niet dat ik klakkeloos koop of zo hoor.
Dit was van de Deen, dus ook voor dit weekend. Die was nu 2 euro. Auw, ik stoot me echt zo hard. En ik heb echt best wel veel vet altijd op mijn arm of zo, want dat doet zoveel pijn. Ik weet niet wat het is, maar als iemand mij slaat op mijn arm. Jongens doen dat heel vaak. Oh, ze van... En dan zeg ik, auw, oh, je ziet het ook aan, maar het doet echt pijn. Dan zeg ik van, oh, het doet zoveel pijn. En dan zeggen ze, ja hoor. En dan zeg ik, ik zweer het. Vroeger sloeg een jongen, Marius, op basisschool. Die sloeg me altijd op mijn arm, heel hard. Vond hij leuk of zo. Ah, en ik heb het idee dat ik sindsdien gewoon beurs ben. Of het is dus de vetophoping. Dat zei iemand een keer tegen me. Vetophoping, doet het vet voor pijn. Nou, dit. Ik stoot me gewoon zachtjes tegen de stoel aan. Ik heb nu zoveel pijn, dat is niet normaal. Nou, ik heb dus crème balsamico. Het liefst koop ik de hele Lidl leeg als ze bepaalde landen dingen hebben. Ik heb net op Instagram geplaatst. Ze hadden bizar lekkere kazen voor de Italiaanse weken. Allemaal zachte kazen. Nou, ik ben dus nu aan het testen voor mijn lactose intolerantie. Dus ik heb het niet gekocht. Maar ze hebben zoveel lekkere dingen. Ik word daar gelukkig van. En vooral als ik dan bezoek heb in het weekend is het nog leuker. Want dan kan ik het ook. Nou koop ik ook meer hoor. Ik zag deze hele leuke ijsblokjes houden. Want ik ga dit weekend ook cocktails maken. Ik kan me er helemaal op verheugen. In mijn eentje doe ik dat niet. Als ik dan bezoek heb doe ik ook meer. Pak ik meer uit. Vind ik heel leuk. Deze was 2 euro bij Lidl. Maar ik film alles wat ik koop. Hè. Dus jullie zien heel veel. Maar dat is ook alles wat ik koop zeg maar. Het is echt heel veel. Ik word er heel blij van. Maar ik vind het beter dan vroeger toen ik alleen maar kleding en onzin kocht. Want ik koop niks onzinnigs. Eeuw, mijn mondkapje. Bruine rijst, want dat is vet gezond en lekker. Van Lidl. Nog een keer deze, want die hadden ze nu nog. Nog meer limoen. Die was goedkoop bij Lidl. Deze. Van de Action. Action. En 4 limoensap, want ik zoek al meer dan een maand. Het is overal op. Ze hadden het nu eindelijk. Ik dacht, voor het weer weg is, koop ik er meteen 4. Verse limoensap is natuurlijk lekkerder, maar wat zijn die limoenen duur? En wat komt er soms weinig sap uit? Dit is van Sarah Nails. Een stempelkaart. Had ik al verteld over dit water. Dat ik het had gekocht bij de tank en dat het lekkerste water op aarde is. Nu zit er normaal water in, hè? Maar goed, dat was het dus weer. Dus ik heb weer spullen gekocht. Ja. Maar goed. Ik ging mij verantwoorden wat ik zeg. Het hoeft niet, maar ik hoef me niet te verantwoorden. Maar ik snap het gewoon op zich best wel dat sommige mensen echt eens hebben van... Huh? Wat doe jij veel boodschappen? Nou, dat klopt dus. Ik eet ook best wel veel. Ik eet dan een hele bak frambozen leeg en zo. Maar ik eet gewoon anders dan... Ik kan niet zomaar... Oh, sorry, Bolly. Ik kan niet zomaar wat eten. Deze trouwens ook van Action. Ik kan niet meer gewoon eten waar ik zin in heb. Ik vind een bord pasta met pesto. Wat de goedkoopste. Oh, wat top! Oh, ik had er nog één moeten halen, maar ze hadden nog maar één in deze kleur. En ik wilde niet twee verschillende kleuren. Dit is fantastisch. In ieder geval, een bord pasta. Gewoon de goedkoopste basic pasta van Lidl of AH. Met basic pesto. Vind ik zalig. Maar daar word ik gewoon heel dik van, dus ik kan dat niet. Dit is geweldig. Oh, wat baal ik nu dat ik er niet nog één heb. Want dit is niet te doen op die schoteltjes. Leuk. Heel leuk. Even water geven. Ik ga dit opruimen en dan ga ik even van mijn avond genieten. Dag, dag. Ik heb zojuist mijn studieschuld afbetaald. Ik dacht, laat ik gewoon eventjes die laatste 2000 euro betalen. Want het staat nu op mijn rekening. Ik heb het voorlopig toch niet echt per se nodig. En dan ben ik daar vanaf. Waarom ligt hier een vieze tas? Ik kijk de Bachelorette, wat ik echt fantastisch vind. En ik heb gekookt, dus die wokgroenten en zalm. En zalm moet je heel langzaam bakken. Ik hou namelijk vaak niet van warme zalm, omdat mensen heel hard bakken. En dan smaakt die zo visserig, maar van die witte... Het vet wat helemaal wit wordt. Nou, bij mij niks wits te zien. Helemaal rosé, heerlijk. Niet rauw, maar zo lekker. Gewoon heel langzaam bakken. Dat is de tip. Hallo, het is alweer over 4. Ik ga nu naar de tandarts. Het was een hele goede dag. Het was wel moe, maar we hebben echt... heel veel lol gehad en ik heb echt net super veel gedaan qua werk wat ik moest doen. Maar echt heel veel toetsen nagekeken. Ik moest nog moest nakijken, ingevoerd, CITE-overzichten, schema's gemaakt, nieuwe rooster. Maar ik heb zoveel gebikkeld, niet normaal. Echt goed. En nu heb ik weekend. Ja, oh, heel veel zin in. En morgen naar de kapper. Dat zit er ook weer op. Ik had bij de mondhygiëniste. Het ziet er dus altijd gewoon goed uit. Alleen ik stook er niet. En waarschijnlijk zegt iedereen hetzelfde. En denken ze echt bij ieder mens. Wat stom dat je het niet doet. Maar dan koop ik stokjes en dan zijn ze op. En dan vergeet ik het weer. En dan ben je gewoon weer een jaar verder of zo. Of een half jaar verder. Het is echt niet goed. Maar
Je vergeet gewoon, dan denk je, ik zorg goed voor mijn lichaam. Maar als je niet goed voor je tanden zorgt, is het gewoon echt wel slecht. Dus ik moet het echt gaan doen. Het is gewoon klaar nu dat ik het niet doe. Zo eigenwijs. Ik ging echt als een gek. Mijn tanden lijken zoals witter nu. Hoe kan dat? Ik ging als een gek lopen hameren. Die pijn vind ik dus niet erg. Ik vind het erg als je zenuwig... Het zijn mijn tanden wit. Het lijkt op de vlog. Super mooi is dat. Dat wil ik echt. Kijk, nu zie je dat ze niet zitten. Maar... Ja, ik vind het pijnlijk als hij zenuw raakt of zo. Maar goed, het viel me wel mee. Ik had wel een pittigere die niet zegt als je zegt van doe voorzichtig, heel voorzichtig gaan doen. Maar wel gewoon alsnog flink schoonmaken. Maar het deed niet echt pijn, dus het ging goed. Blij dat het weer lekker schoon is. Maar ja, je hebt je bot lost op en er komen allemaal bacteriën en ontstekingen als je niet stokert. En het leek wel, elke keer als ik kom... Is het ongeveer hetzelfde, maar het leek alsof het nu dus erger was. Dus nu denk ik echt, oké, ik ga echt stokeren. Want je wordt ook ouder en het wordt op een gegeven moment gewoon slechter. Dus dat moet ik echt gaan doen. Oh, ik heb het koud. Jeetje, ik wil lekker onder op de bank liggen. Stoker jij, laat me weten. Ik ben benieuwd. Ik had zin om nog eventjes naar Max's koopavond te gaan. Maar het slaat nergens op. Het is koud en ik ga lekker naar huis. Het is nu 5 uur. En weekend. Oh, zo zin in. Die ijsblokjes zijn geweldig. Dit is wel een half ding. Dus dit is zeg maar de helft van wat je dan in één keer kunt maken. Maar wel een hele leuke vorm, vind ik zelf. Ik wil eigenlijk echt meer vormpjes. En het is natuurlijk wel sneller hard omdat het klein is. Ik ga even een cocktailtje maken, maar is het leuk. Yummy! Nog niet gegeten. Nou ja, 2 weken, 3 weken. En ook nog wat runner tartar biologisch met ui, knoflook, oranje, rode paprika, komijn, zout, peper en tomatenblokjes. Jeetje, ik heb al lang geen piano meer gespeeld. Niet normaal. Echt niet oké. Ik hoorde net een heel mooi liedje in een film. Toen dacht ik, die wil ik eens spelen. Maar de akkoorden zijn heel moeilijk. Er zijn zwarte toetsen in. Dat maakt het liedje mooi, vind ik. Maar wel moeilijk. Elke keer weer haal ik mij in. Het is echt heerlijk. Trouwens geen samenwerking of iets dat ik het daarom film hoor. Dus gewoon bij Josje mijn kapster. Iets eraf van de lengte moest wel, maar het was van onder best wel licht. En ik had best wel leuk dat het van onder wat lichter was, maar ik wist dat ze dat eraf moest knippen, want dat waren de onderste puntjes. Toen heeft ze er dus een 5 minute blonde in gedaan. Dat heb ik jullie gezien. En dat was 10 euro. Ik wist niet wat het kostte eigenlijk, maar ik dacht doe maar, want ik wilde graag misschien gaan highlighten, maar daar had ze nu geen tijd voor. En ik twijfel ook nog of ik echt wel highlights wilde. En toen zei ze, ik kan dat erin doen. En ook iets om het een beetje koeler te maken. En ik weet, in bepaald licht zie je het goed, in bepaald licht zie je het niet. Maar ik wil gewoon in principe wel bruin blijven, denk ik.
Alleen ik vind het leuk als het gewoon iets lichter is van onder. Dat is het wel echt. Ik vind het heel leuk. En het is ook top geknipt. Ik zei iets minder uitgedund. Want normaal wil ik het een beetje uitgedund. Maar vorige keer vond ik het iets te. Ik wil zeg maar als ik een staart eigenlijk dat je niet zo'n dikke plak hier hebt. Maar dat het wel een beetje mooi uitloopt. Maar het voelt weer... Weet je, je bent geknipt. Maar het voelt alsof je weer meer haar hebt. Er zit gewoon weer wat meer volume in. Ze heeft de laagjes perfect gedaan. Niet te veel. Dus daar ben ik heel blij mee. Jullie zien waarschijnlijk niet eens verschil. Maar ik zie het echt wel. Het is echt chill. En dat lichte blijft ook gewoon. Dus als ik het volgende keer weer wil, nou, dan kan het weer. Heel blij mee. Heerlijk. Dan heb ik het nu niet eens gekruld. Want dan wordt het nog mooier. Dus top. Top, 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 top. En wat ik nu ga doen, weet ik eigenlijk niet. Een beetje schoonmaken en ik weet het verder nog niet. Morgen komt weer bezoek. Voor één zaterdag eind van de ochtend tot en met zondagmiddag. Verder ga ik gewoon een beetje chillen vandaag. Lekker regendagje. Ik twijfel of ik heel misschien naar Almere wil. Maar ik vind toch met corona en de drukte nog niet helemaal chill om te winkelen. Dus ik ga nog even kijken. Het is nu kort voor één. Echt blij met mijn haar. Ik heb het nu dus in een random knot. Gewoon omdat ik aan het werk ben. En ik keek even in de spiegel. Ik denk, wat zit het leuk. Dus nu zeg maar, als je weer bij de kapper bent geweest, dan is het hoe je haar ook zit. Het zit gewoon goed. Weet je, op een gegeven moment stond het alleen nog maar leuk als ik het zo droeg. Weet je wel. En nu merk ik hoe ik het ook heb. Dat is leuk. En het is echt wel lichter. Ik ben er heel blij mee. Wat vinden jullie trouwens? Vinden jullie het ook leuk als het wat lichter is? Ik ben er heel blij mee. Ik vind het echt heel leuk. Ik was nu dus trouwens 42,50 kwijt. Nou, het valt echt nog wel mee. De knip is 32,50. Maar het is echt heel goed. Dus lekker. Lekker. Het is heerlijk als je haar gewoon weer gewoon goed zit. Ook als je er niks mee doet. Weet je wel. Dat je niet zo... Ja, op een gegeven moment moest ik het krullen. Moest ik het zo dragen. Ik ben heel gaar vandaag. Ik ben helemaal ingestort. Maar het komt ook. Je bent vrij en het weer is weer slecht. Ik moet heel veel werken aan webshop en YouTube. Het waait vannacht super hard en het gaat regenen. Maar het is nu bijna 1 uur en er is al sinds 1 uur zon. Dus ik heb nu weer bezoek en we besloten om lekker op een boot te gaan zitten. Het is het eerste terrasje. Het is helemaal leeg, letterlijk niemand. Maar we zaten net binnen en dachten echt van, nou ja, daar hebben we niet zoveel zin in. Dus we gaan gewoon tot het mooi blijft lekker hier zitten. Broodje carpaccio. Dit vind ik wel heel lekker, want dit is echt iets wat ik thuis niet maak. Dus dan heb je echt een terrasjesgevoel. En dit is... Het is een broodjebal. Oké, zelfgemaakt een mojito. Ik heb het recept van Gal en Gal gebruikt. Dus het is met Bacardi, suikersiroop, bruiswater, limoen, munt en ijs. Ik heb hem iets minder sterk gedaan, want ik vond het te sterk. Gooi dan. Yeah. Ja hoor. Kijk, ik heb al 4 kaarten. Hij moet mij nu betalen, want ik heb deze net gekocht. Echt net. Ik wil graag de huur van 130 vleermuizen. Dat is net een vleermuis. Oh, jammer dat ik geen hoofdkantoor heb. Ik krijg nu dus al 130 door mijn aankoop. En deze kostte maar 260. Dus ik heb nu al de helft terug. Zo. Bedankt. En nu ben ik weer. Dus ik heb net geld verdiend en nu mag ik ook weer gooien. Kijk, ze gaan er weer onder. Carpoolen. Oh, dan mag je toch rijden naar hier weer? Als je wil. We zijn nu denk ik 2 uur Monopoly aan het doen. Maar ik denk van, wanneer is het nou afgelopen? Want ik heb dus echt... Dit heb ik. Dit heeft hij.
En dit is mijn geld. Niet eens zoveel minder. Volgens mij zelfs meer. Kijk hoeveel honderdjes ik heb. En dit heeft hij. Dus ja, wanneer stop je dan, zeg maar? Dat is nu mijn vraag. Hallo, wij gaan nu kopen. Voor het eerst. We hebben een rood wijntje. Dat vond hij leuk. Bij het kopen vind ik ook wel leuk. Hij is best wel lekker. En we gaan dus, hoe noem je dit? Spring rolls maken. Heb ik nog nooit gedaan. Met miyun rice noodles. Ik heb garnalen. Ik ga het echt heel lekker doen. En ik heb tauge, sesamzaadjes, sla, pinda's, komkommer, surimi, wortel, sojabonen, mango. Het is bijna een soort sushi bowl-achtig en dan met hoisin saus. En ik wil nog chili saus, dus het gaat denk ik heel lekker worden. We kunnen ook nog wel een avocado denk ik erin doen. Ik ben zo benieuwd hoe het gaat worden, maar ik ga het jullie natuurlijk wel even laten zien. Hier ligt nu een vel. Ik ga het nu proberen. Deze is niet echt super goed gelukt. Maar is wel gelukt. Nou, het is wel gelukt hoor, maar het is echt een stress voor mij. Super stressvol dit. Ja, vind je het wel meevallen? Ja, dit blad erin doen is echt... Is het tricky? Ja, dit is beter. Wat is dit voor liedje? Ik hou hier wel van. Ah, dan moet je hem dus uitpakken. Ha! Ziek, hè? Oké, nou het is best wel moeilijk. Ik heb ze niet heel strak ook en het scheurt soms. Maar het lukt wel in principe. Sta ik er nu met mijn hoofd ook op? Goed. Top, zie je het? Ik weet niet hoe ik dat heb gedaan. Zo doe jij het. Een beetje gooien met de vermicelli. Hoe deed je dit nou ook met zijn hand eronder ofzo? Super smerig. En dan lekker je aanlikken en dan hierin. Echt wel, ik doe jou met. We weten allebei dat deze ziek goed gaat worden. Oh, hij is gescheurd. Oh, wat erg. Oh, ik had helemaal kapot. Oh, ik was zo goed bezig. Hij is gescheurd. Hoe kan dat? Moet ik er nog een vel mee doen? Om het dicht te maken? Ja, maar nu komt het moment dat het fout gaat. Jij deed iets heel smooth zo. Het is wel iets beter. Maar het blijft, ik ben er niet goed in. Hij is beter, kijk. Ja, hij is dicht. Super nice. Maar ik denk dat ik die wel even ga dichtmaken. Ja. Ik kan hem wel even dichtmaken. Terug en denk ik heel klein, maar het is helemaal niet zo klein. Ga je ervoor? Kijk eens naar de zijkant. Heb je genoeg vouwruimte? Zeker, kijk maar. Oh, jij doet dit. Oh, en dan pak je hem samen. Ja, 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 ja. En nu die flap, wat je deed. Ja, ja, ja. Oeh, deze is supergoed. Oeh, die is goed. Het is wel leuk, hè? Ja, ik denk dat jij sushi maken dan ook wel leuk vindt. Kunnen we ook een keer doen. Wow, ik ben rood. Ik vind het echt heel erg lekker. Super gezond. Best wel goed gelukt. Goedemorgen. Het is denk ik al middag. Wij gaan weer eten. Elk weekend dit. Zo lekker. Het is wel een beetje mislukt. Wel lekker. Dit keer heeft hij ook gewoon normaal gebakken. Niet met mayonaise en... Oh.
Mijn bezoek is even een powernap aan het doen. Ik heb mijn thee. Daar. Daar. Ik heb net even gewandeld. Lekker. Gewoon hier in deze kleding, want het is niet koud, maar het regent. Dus met een lange jas paraplu. En nu ga ik een pina colada maken. Een echte. Ik heb ananas. Grappig, ik vind ananas dus heel lekker, maar ananas sap niet. Ik heb deze gekocht. Lijkt me best wel lekker. En ik heb rum natuurlijk. We hebben trouwens heel chill nog wat... Ik heb ook corona. Dat is in de aanbieding. Spring rolls hier in het folie. Vanavond doen we een borrel met vis. Brood en een makreel, zalm, forel. En wat gaat er nou in de pina colada? Ananasap. Oh, kokosmelk. Die heb ik ook koud gezet. Wel light. Vind ik lekkerder. Als het goed is, ja. Dit. Ik ga nog steeds even springen en dan weer iets voor de pina colada maken. Dus nu heb ik even de ingrediënten gepakt. Dit. Ik vond het trouwens echt lekker in mijn lichaam. Ik zie echt aan mezelf dat ik wat smaller ook hier ben. Ik heb alleen nog steeds last van mijn buik. Dus ik vermoed dat het niet lactose is, maar iets anders. Ik weet niet wat het is. Soms denk ik soja, maar denk ik ja, van sojamelk. Daar reageer ik weer prima op. Ik weet het niet. In ieder geval, hiermee ga ik de pina colada maken. Het is nu net een beetje te vroeg. Het is 2 uur. Dan ga ik weer even door met springen. Als ik dus niet dubbel spring, dan gebeurt dit. Dan ga ik veel te hoog. Als ik dus op beeld terugkijk hoe mijn beenvet zeg maar heen en weer trilt, dan is dit toch echt super goed voor je volgens mij hoor. Zo hoort het volgens mij niet. Je hoort lager te blijven, maar volgens mij is het wel heel goed voor je. Voor je conditie sowieso. Dat is heftig hoor. Hoeveel alcohol zo er dan in moet. Maar denk ik, als ik een drankje op een terras drink, is het echt niet zo sterk hoor. Dan doen ze echt niet zoveel. Natuurlijk omdat het duur is. Ik vind gewoon het aan kokosmelk. Dus we houden in best wel weinig kokosmaak. We hadden gisteren een cocktail met Baristo. Likeur 43 Baristo dus. Met Professor Groenschnabel vegan kokosijs. En dat was zo lekker. Het smaakt echt naar kokos. Kokosmelk smaakt niet echt naar kokos, vind ik. Heel mild. Misschien ligt het ook aan het merk hoor. Oh, heel lekker is hij. Hele goede ananas. Heel lekker. Zo, mazzel, want ik heb hem online besteld. Dat had ook niet lekker kunnen zijn. I found a girl. Bolly, jij hebt nog nooit een ananas gezien volgens mij. Zo, en weer springtouwen. Ik heb hem even koud gezet en ijsblokjes en er zitten ook stukjes ananas in. Dus volgens mij is hij nu echt heel lekker. Oké, nu is het tijd voor toastjes met vis. En ik ga een watermeloncocktail maken. Ik ga dit in de blender doen nu. Tip, doe geen komkommer door je cocktail heen, want dat is de hele kleur is verpest. En nu ziet het er niet echt lekker meer uit. En toen was het weekendje weer voorbij. Jammer, hij is nu net weg. Het is 7:30. Zo chill, we hebben tussendoor alles opgeruimd. Maar we zijn natuurlijk heet aan het borrelen. Het is nu weer troep. Ik heb de vaat al 2 keer gedraaid. Maar ja, ik dacht, ga maar lekker. Ik ga dit nu even opruimen. Ik ga het ook allemaal niet meer opeten. Het is dit keer niet opgekomen. Opruimen, huis weer lekker. Het is de hele tijd netjes geweest het huis. Maar ja, dan ga je weer nieuwe cocktails, nieuwe hapjes. En dan is er weer een troep. Maar het was heel gezellig. En nu, ik ga denk ik om 9:30 naar bed. Ik ben wel een beetje moe. Dat je hier opruimen heb ik zo gedaan. Wolly is super schattig aan het chillen. En ben ik weer alleen. Dat is het gek, maar dat vind ik ook leuk hoor. Maar eens even. Altijd even. Oh ja, nu ben ik weer alleen. Maar dan duik ik meestal meteen even achter mijn laptop. Ga ik weer een beetje werken, een serietje kijken. En terugdenken aan een heel leuke 2 dagen. Echt heel leuk. Dus doei.